Dit is de Strijdbijl. 020-463-2496 is ons telefoonnummer. Goedemiddag, dit is de Strijdbijl en we beginnen met wat beelden uit Colombia. Want deze uitzending is weer gewijd aan Colombia. Aan de aardbeving, de terremoto, die heeft plaatsgevonden in het hart van Colombia. Dit is niet Almeria, dat is veel ernstiger getroffen. Maar we konden beelden krijgen van Pereira. Dat is dus ook een stad in de buurt van het centrum van de aardbeving. En we laten u zien welke ravage er is aangericht. Hier mogen de mensen dus nog wel in de stad zijn. En er is ook al druk begonnen met de opruimingswerkzaamheden. Later in deze uitzending gaan we praten met allerlei mensen. Waaronder de mensen van het consulaat-generaal. Mensen uit Colombia. Want er waren veel reacties op de uitzending de vorige keer. Mensen die ook iets wilden vertellen. En onder meer kregen we dus deze tape toegespeeld. Het gaat om materiaal dat gemaakt is door mensen uit het gebied. En we vermelden alvast maar even het nummer, want u kunt Colombia helpen. Tegen de 1000 mensen hebben het leven gelaten bij deze aardbeving. En er zijn enorme verwoestingen. En zoals ik al eerder zei, dit is Pereira. Dit is niet Almeria, waar de verwoesting veel groter is. Maar hier konden we dus veel materiaal van krijgen. U ziet het telefoonnummer van het Fondo Solidaridad Terremoto Den Haag. Dat wordt gegarandeerd door het consulaat-generaal, waarvan u ook het nummer daar ziet. U kunt die mensen bellen als u wat anders wilt bijdragen dan geld, maar bijvoorbeeld medische apparatuur. En het nummer van de ABN AMRO is dus van dat fonds van de Colombiaanse regering, van het consulaat-generaal in Nederland. Die is te garanderen dat het geld terechtkomt waar het moet terechtkomen. We hebben wat ander materiaal over Colombia gekregen. Dat zullen we later in de uitzending laten zien. Want eigenlijk blijkt dat er niet zo vreselijk veel bekend is over dat land daar in Midden-Amerika. Maar we laten u dus even zien hoe het daar uitziet. U kijkt naar het programma De Strijdbijl. Het programma wat informeert, verwijst, aankaart en helpt. Aankaarten en helpen doen we vandaag in het bijzonder, want wij gaan een heel programma maken over Colombia. Het Fondo Solidaridad Terremoto. Dat is een instelling, eigenlijk niet, maar het is een inzamelingsactie namens de Colombiaanse autoriteiten in Nederland, het consulaat-generaal en de ambassade voor de slachtoffers van de aardbevingsramp op 25 januari jongstleden in Colombia. De Strijdbijl maakt een heel speciaal programma met vele gasten, ook met beelden uit Pereira. Dat wil zeggen beelden van na de aardbeving. Helaas hebben we niet de beschikking over beelden van de totaal verwoeste stad Armenia, of het gebied Armenia, maar wel over Pereira laten we vandaag het een en ander zien. Ik ben Bert Kleine, met een heel team maken wij deze speciale Strijdbijl voor Colombia. Apertura.
Hier en dit alleen nog. Beste kijkers, we hebben vandaag bij ons Raoul Marroquin in de studio. Hij is mediakunstenaar, is geboren en voor een groot gedeelte getogen in Colombia. Welkom Raoul. Dank je. Alsjeblieft. je bent 28 jaar in Nederland. Precies, ja. Mediakunstenaar, hoe uitziet dat? Ik heb veel met video gewerkt, de zogenoemde video, single channel works, daarna met installaties. Ik heb een televisieprogramma gehad 6 jaar voor de Amsterdamse kabel en op dit moment werk tenminste met televisie via de internet, de zogenoemde web tv. Om even terug te komen naar Colombia. Heb je familie in het gebied wonen? Nee. Mijn familie die in Colombia woont in Bogota. Maar ik denk dat het is heel belangrijk om de onderwerp warm te houden. Ja. Jouw grootste zorg. Waarom wil jij dit onderwerp warm houden? Omdat ik ben ontzettend bang voor wat het zogenoemd raamvermoeien heet. Zeg ik dat correct of niet? Ja, rampenfatiek kun je ook wel zeggen. Rampenfatiek. En dat is dat er zijn zoveel rampen continu dat mensen vergeten. En de media vergeet ook. Ik heb voor vandaag die NRC gebracht. Er is een voorpagina, een kop in de eerste pagina van de NRC over Colombia. En dan een halve pagina, pagina 6, dat gaat over de vrede in Colombia, dat heel belangrijk is, maar absoluut niks over de ramp. Ja. En dan heb ik ook die alle berichten van de wire services, in totaal 11. Alles dat over Colombia gaat, wire services, AMP, Reuters, UPI, de grote, hoe heet dat in het Nederlands? Wire Services, de ANP. Ja. Hoe heet dat? Ik weet het niet. Algemene Nederlandse pers. Algemene Nederlandse pers, oké. En dit zijn de berichten dat als jij in de computer tikt, die krijg jij over Colombia van de Wire Services. Ja. Nogmaals, UPI, ANP. Ik zie iets over Colombia, Reuters, drug drops. Het gaat alleen over drugs of over de vrede. Ja. En dat is ook heel belangrijk, natuurlijk. Maar ik denk dat het jammer is dat. Er is niet meer aandacht voor wat het is gebeurd, omdat het is nog steeds een grote ramp daar. Ja, hoeveel mensen zijn er nu in het totaal omgekomen? En, bijna 1000. Ik ken de precieze cijfers niet. Gaan maar, we het straks even Er is andere mensen, andere gasten die hebben de precieze cijfers. Ik niet, maar bijna 1000. En de ziekenhuizen is een grote ramp, bijvoorbeeld. Ja. En de hele infrastructuur enzovoort. Zo, wat belangrijk is om mensen te laten weten dat er is help moet komen daar. Ja, maar om even terug te komen op die rampenfatiek. Ik denk dat je gelijk hebt. Er gebeurt zo ongelooflijk veel op dit moment over de hele wereld. Dat je op een bepaalde manier het mensen ook niet meer kwalijk kunt nemen. Precies. Dus dat is een beetje. Ja, absoluut. Begrijpelijk iets. Ja, nee, dit is heel begrijpelijk. Maar in de andere hand, je hebt in jouw eigen land een gigantisch probleem. Dit moet oplossen. Ja. En een groot deel van dat komt van buitenlandse hulp. Maar hoe zou jij nu vinden, hè, in verband met het woord als rampenfatiek, wat ik erken. Hoe zou jij nu vinden dat men daarmee om zou kunnen of moeten gaan op dit moment? Ik denk dat op dit moment is heel belangrijk om hulp, medische hulp en farmaceutische hulp te hebben. Ja. En ik denk ook dat het niet zo goed met voedsel. Je moet realiseren dat dit is
een gebied in het midden van de Andes. Hè? Want het is een soort chart van de Amsterdam Stock Exchange of zoiets. Ja. En het is ontzettend moeilijk om goederen daar te krijgen, punt 1. Ja. En die wegen zijn ook kapot, ik weet niet precies. Zo, ik denk dat op dit moment is heel belangrijk om de mensen te laten weten. En niet alleen mensen in particulier, maar ook de politiek en de NGO's enzovoort. Dat Colombia moet meer help halen. Goed, dankjewel voor jouw medewerking. En we zijn nog steeds bezig om te kijken of we Colombia meer hulp kunnen geven. Ja, en de gironummer is Gier volgens mij, toch? Dank u wel. Oké, ja, bedankt wel. Alexandra Ramos bij ons. Alexandra, van harte welkom. Dank je wel. Jij hebt een aantal gegevens over Colombia. Zou je ons daar iets over willen vertellen, of in ieder geval de kijkers? Ja, zeker. Dit is alleen dat mensen niet alleen denken aan nummers. Wij hebben het over mensen en mensen in nood. En de gegevens die ik nu heb, is een beetje over steden en kleine dorpjes dat helemaal betrokken in de ramp zijn. En ik begin met Armenië. Armenië is de hoofdstad van de provincie Quindío. En ik zou ten eerste willen zeggen dat dit dus de een derde van de productie van koffie uit Colombia, dat is onze eerste exportatie, is koffie. En al de economie in deze bepaalde gebied gaat over een koffiecultuur. Iedereen verdient zijn boterham, of de meeste mensen verdienen hun boterham met de koffie. De meeste mensen. En allerlei dingen dat met koffie hebben te doen. Ook een beetje toerisme, maar ook nu met in verband met koffie. Ja. In Armenië hebben wij over de totale cijfers op dit moment, dat niet helemaal precies zijn, hebben wij over 1000 dode mensen, 3000 mensen dat ernstig in gevaar zijn in de gezondheid, en 250.000 mensen dat slachtoffer zijn op een of andere directe slachtoffers van de ramp. 250.000 mensen, zou je kunnen zeggen, hebben een huis verloren, hebben geen onderdak. En ze zitten in provisionele tenten uit plastic gemaakt en gewoon op de straat of in een veld, maar niet in een soort huis of een echt dak over zijn hoofd hebben. En 250.000 mensen die ook met voedingstekorten zitten waarschijnlijk. Voedingstekort en medicijnentekort. En ze hebben absoluut alles verloren. Ze hebben niets. Nee, ze hebben geen matrassen, geen bedden, geen speelgoeden van de kinderen en geen kleding. Ze zitten helemaal zonder niks op straat. Goed, vertel verder. We gaan het over Armenië. Dan zijn 150.000 mensen dat in geïmproviseerde tenten wonen op dit moment. Wij hebben het 80% van de openbare scholen zijn in slechte staat. Daardoor zijn 100.000 studenten dat niet naar school kunnen. En de staat weet niet wanneer het zou weer opnieuw kunnen komen. Er zijn 10.000 winkeltjes of winkelen dat verwoest zijn. En op dit moment werkt de waterleiding voor 75%. De elektriciteit in een 90% en de telefonie werkt helemaal op dit moment. Dat is in Armenië. In Kalarka, dat is een klein dorpje dat 7 kilometer vandaan ligt. Dan hebben wij 70% van de water dat daar naartoe komt. En de elektriciteit in een 80%. En daar weer hebben wij 90% van de kinderen dat niet naar school kunnen. Finlandia, Montenegro en Salento zijn klein dorpjes, ook in hetzelfde gebied. Dat ook bijna zonder voedsel vooral en zonder scholing weer zitten. En helemaal geen elektriciteit op dit moment. Hoe zijn hoe zijn de weersomstandigheden? Ze hebben tot nu toe 484 na aardbevingkeers gehad. Dat blijkt nog door te gaan. Ja, niet in dezelfde sterkte, maar toch voelbaar. En
je moet zeggen, wij hebben geen seizoen in Colombia, dat is duidelijk. Maar dit is een beetje, en vooral in april komt de regenperiode. Maar nog hebben wij wat regen op dit moment. En dus de mensen zitten op de straat zonder dak. Dan worden ze nat. Maar niet heel veel regen. Het is over het algemeen droog. Niet een hoop, maar toch wat. Ja. In Pereira, dat is de hoofdstad van een andere van de provincies, dan hebben wij meestal, ja, de aardbeving was niet zo hard in dat stad, maar toch hebben wij 40% van de boerenland, niet precies in de stad, maar rondomheen, 40% dat is verwoest geworden. En daar hebben wij 88 scholen dat zijn verdwenen, ook in de stad, maar ook in de dorpjes rondomheen. In Marsella en Dos Quebradas en Santa Rosa del Cabal hebben wij mensen zonder eten, zonder water op dit moment. Dan het is keihard nodig. Goed, u heeft het gehoord. Het is heel hard nodig. Bedankt. Wij praten nu met Juan Carlos. Die komt ook uit Colombia. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Wij proberen dit gesprek in het Engels te voeren. Juan Carlos die is 28 jaar en komt uit Colombia. Hij is van beroep huisarts, slechts 4 maanden in Nederland. I told the viewers that you're 20 years old now. You're 4 months in the Netherlands and your profession is a doctor. General practice. I am general practice. I come from Colombia. I live near the earthquake. The zone, the coffee zone. Yeah, the coffee zone. I am here 4 years ago, 4 months ago. Sorry. Do you have friends or relatives in Colombia who were victims of the earthquake? Yes, I have a friend in this region. I don't have family, and here I know people affected to this earthquake. What do you think the people in the Netherlands? They should help Colombia. Eh? We have this special Strijdbijl television in cooperation with the Consulate General and the Embassy of the Republic of Colombia. They have the Fondo Solidaridad Terremoto with a special account number, but people can see it during this whole program on the television. We need money for Colombia. Eh? Yes, in this moment there are 2 organizations. In Amsterdam there are the consulate working to the earthquake, and there are Migrantes, another organization. In this moment there are to help directly these people, and we need first the pharmaceuticals. Yeah, medicines. Medicines. Medicamentos. In this moment, and money. The medicine is very important now because it's a first help in this moment. The problem is this material, for example, to osteosynthesis, it's a very special material to use at the surgeries. It's very, very expensive. It's not possible to obtain in this moment because there are other priorities. I liked to... if there are a hospital or a pharmaceutical house that like to donate medicines. Perfect. To make the donation, it's possible because it's very important in this moment. U ziet dus, u hoort het van Juan Carlos ook, dat in Colombia ook medicijnen nodig zijn. En hij roept ziekenhuizen, farmaceutische instellingen op om medicijnen voor Colombia beschikbaar te stellen. En daarvoor kunt u zich natuurlijk in verbinding stellen met het consulaat-generaal in Amsterdam. Juan Carlos, would you like to help people at this moment in Colombia as a professional doctor? I am happy in this moment to help these people. It's difficult because there are not
so many organizations here to help. First time there are more help, but in the it's not in this moment. Yeah, the first time to the earthquake there are always donations, but in this moment all is down. Yeah, it's a disadvantage now, but we like to help Colombian people if it's possible. Dat is eigenlijk wat wij, beste kijkers, proberen te doen via dit programma De Strijdbel. Het programma wat informeert, verwijst, aankaart en probeert te helpen. En dat doen we zeker in deze serie van Colombia-uitzendingen. Want ja, de Nederlandse regering heeft geld gestuurd, zo'n 1,5 miljoen gulden. Haar Majesteit heeft een bijdrage gedaan privé. Maar het blijkt dat er nog veel meer geld nodig is. Het Fondo Solidaridad Terremoto, dat is een solidariteitsfonds voor hulp aan de mensen van de aardbevingsgebieden, de koffiezone in Colombia. Ja, die hebben echt geld nodig en ook medicijnen en andere dingen. Ook de multinationals, alsjeblieft, help Colombia. En elke gift, hoe klein of hoe groot ook, is zeer, zeer welkom op het rekeningnummer wat u gedurende de hele uitzending van dit programma, De Strijdbel, het programma wat echt probeert te helpen, nu in beeld ziet. Juan Carlos, what would you like probably to tell to the people here who watch this program? You can do it in Spanish. Maybe you can call the Spanish speaking people in Spanish to help. En este momento quiero hacer un llamado a todas las personas colombianas que se encuentran en Holanda o en Europa viendo este programa para que de cualquier forma, sea en dinero, sea en forma material, se comuniquen con el consulado o con la embajada correspondiente para hacer cualquier tipo de donación. Ya la información en este momento es suficiente y sabemos que la tragedia apenas está comenzando. Hasta hoy van registrados 484 sismos de baja intensidad. Entonces, por favor, ayudemos a Colombia. Dus ook Juan Carlos, huisarts, afgestudeerd, 7 jaar in Colombia, zegt: alsjeblieft mensen, help Colombia. 25 januari vond de vreselijke aardbevingsramp in Colombia plaats, in Pereira. Een van de getroffen gebieden was een zekere meneer Olmedo uit Amsterdam op dat moment aanwezig. We hebben wat beelden die we misschien tijdens deze uitzending kunnen laten zien, afhankelijk van de kwaliteit. Mr. Olmedo is nu terug in Amsterdam, maar hij was dus in Pereira op 25 januari. Meneer Olmedo, wat gebeurde er op 25 januari in Pereira? En hoe laat, Colombiaanse tijd, vond het plaats? El que desea saber qué pasó el día en que aconteció el terremoto y a qué horas. Pues era la 1:20 de la tarde. El terremoto fue algo violentísimo. Y la ciudad no quedó tan afectada como Armenia, pero realmente está prácticamente en el suelo. Het was 1:20 middags en die stad werd bijna helemaal verwoest. Niet zo erg zoals in Armenië, maar het is echt een ramp gebeurd. Wat gebeurde er om 12:20 middags? Wat voelde hij? Hij was op dat moment in Pereira. Wat gebeurde er? De huizen begonnen te beven. Hoe kondigde zich die beving aan? Él pregunta que a la 1:20, a la hora en que aconteció el terremoto, qué pasó realmente, cómo fue el hecho. Es algo inexplicable. La gente se encontraba toda en casa almorzando a esa hora. De pronto empezó un movimiento sísmico muy lento y terminó con una sacudida violentísima. Realmente en ese momento uno no sabe qué pensar. Yo sentí miedo. Perdón. De pronto me traicionan mis nervios porque es algo que traumatiza, ¿no? Y sentimos que nos íbamos a morir todos realmente. Het was 12:20 middag, dus die mensen waren bezig met hun middageten. Het begon eigenlijk als een langzame beweging dat toenam tot een heel schrikwekkende sterkte. Sterkte, ja.
hij is een beetje getraumatiseerd door dit geval. Maar hij zegt dat op dat moment je weet niet wat je overkomt. Je wordt, alles gaat gewoon beven. En hij zegt dat hij dacht, en hij is mee eens, dat bijna iedereen dacht dat ze zouden gewoon sterven. Dat het einde van de wereld nabij was. Maar hoe lang heeft die schok geduurd? Que cuánto duró el terremoto? Aproximadamente 30-35 segundos. 33 seconden? Ja, ongeveer. En toen was het stil. Heeft hij ook naschokken meegemaakt in Pereira? Pregunta que si después de los 35 segundos hubieron más terremotos y si todo paró enseguida. No, después del terremoto, 40-45 minutos después hubo un movimiento sísmico muy lento, casi no se percibe, pero siendo las 5:30 de la tarde volvió y nos sacudió bastante fuerte, que fue donde acabó de tirar prácticamente la ciudad de Armenia al suelo. Zo'n 3 kwartier daarna begon het ook weer zo'n naschok. En het was best langzaam, dus het was niet zo sterk. Maar weer om 5:00 hadden ze weer zo'n sterk. En die was gewoon die doorslaggevend. Dus voor die hele stad. Op het moment om 2:50, de eerste schok 's middags op 25 januari, is hij naar buiten gegaan? Hebben ze hulp aan mensen gegeven? Wat hebben ze gedaan als mensen op dat moment in Pereira? Meneer Olmedo en zijn vrienden, familie, op het moment waren ze ergens in een huis. Wat hebben zij op dat moment gedaan, na die eerste schok? Él pregunta que a la 1:20, cuando sufrió el primer terremoto, ¿usted qué hizo como persona? ¿Salió, pidió ayuda a sus vecinos? ¿Dónde se encontraba en el momento? En ese momento estaba en mi casa. Yo estaba con mis hermanas, mis dos hijas. Y no, en ese momento lo único que se me ocurrió fue tomar a mis niñas y abrazarlas, porque pues algo muy nuevo para ellas. Y ellas solo se sonreían. Op dat moment bevond hij zich thuis met zijn dochters en zijn zussen. Het enige reactie dat hij kon overbrengen was zijn twee of zijn dochters gewoon te omhelzen. Dat zijn kinderen gered waren. Ja, maar dat was zijn enige reactie. Dus niet naar buiten rennen, maar dan ook gewoon zijn kinderen omhelzen. Dat is een teken van bescherming misschien. Dat doet een vader. Ja, dat doet een vader. Maar zijn dochter was gewoon aan het lachen. Het was iets compleets nieuws voor hen. Maar gebeurt het nu vaak in Pereira, zo'n aardbeving? Que si esa clase de terremotos acontecen muy a menudo en Pereira. En 1995 no estaba yo presente, pero hubo un terremoto de igual magnitud que prácticamente tiró a Pereira al suelo. Y hacía exactamente 4 años no se registraba algo semejante al de este año. Hij vertelt dat in 1995 was er ook net zo'n aardbeweging. En die stad was ook een beetje verwoest, maar dat is al die afgelopen 4 jaar niks meer van vernomen tot nu toe. Misschien kun je hem vragen, wil meneer Olmedo nog iets toevoegen, oproepen aan mensen hier in Nederland voor hulp? Of nou, vraag maar wat hij eventueel zou willen opmerken of willen aanvullen. Que si usted desearía de pronto en español hacer un pedido personal, hacer un llamado a cualquier de los colombianos que se encuentran aquí, cualquier cosa que usted quiera decir. Sí, solo agradecerle no solo a los colombianos, al gobierno holandés, al pueblo en general, la ayuda y la solidaridad que han tenido con el pueblo colombiano. Es un desastre realmente terrible y pues hay que ayudarlos realmente. Hij wil alleen maar bedanken aan alle Colombianen die hier bevinden en die aan het helpen zijn, maar ook aan die Nederlandse regering dat zijn hulp aanbiedt en aan alle Nederlanders die mee helpen. Die iets geven, al is het een heel klein beetje, want het is iets verschrikkelijk. Ja. Muchas gracias, señor Olmedo, por la atención o para la colaboración de este programa. Muchas gracias a ustedes. Ja, kijkers, we hebben bij ons Consuelo Pardo, zeg ik dat goed? Ja, prima. Oké. Ja.
Welkom dat je er bent. Dank je wel. Ik wil toch even duidelijk maken, kijkers. U zult wel denken, we hebben het hier over een aardbeving. En aardbevingen gebeuren over de hele wereld. En daar heeft u gelijk in. We hebben het daar straks gehad over de rampenfatiek. De rampenvermoeidheid die mensen ondervinden. Die natuurlijk kijken naar de televisie en daar heel veel problemen zien. En daar ook moe van worden. Heel begrijpelijk. Maar Colombia is natuurlijk een land waar eigenlijk nog veel meer aan de hand is. Het is dus niet alleen een ramp die zich heeft voltrokken in de vorm van een aardbeving. Maar er is ook een guerrilla in het land aanwezig die veel land inneemt en eigenlijk de mensen onder de duim houdt. Er is een economische crisis gaande in Colombia. Dus u zou kunnen zeggen van deze ramp is een extra belasting voor het land. En ik ga met Consuelo praten. Ze is eigenlijk kunstenares van keramiek. We zullen u straks wat laten zien, maar dat even terzijde. Het komt uit Colombia. Maar ik wil het toch even hebben over de guerrilla en de eigenlijke achterliggende problematiek. Die maakt dat deze ramp namelijk een extra probleem wordt voor de regering en moeilijkheden heeft om dit te behandelen. In deze moment, dit jaar, was het heel erg met de economische situatie in Colombia. Okay. Na de 25 januari is de aardbeving in Armero gebeuren. Is erg. Er zijn veel mensen overleden, veel dakloos. En die hadden veel geld nodig. Maar is niet alleen deze. In die moment, de economische situatie in Colombia is erger. De halve land is de guerrilla ook tegen de mensen. De mensen proberen te helpen, maar de guerrilla is daar ook. De president van Colombia was het wezen te praten met de guerrilla. In die moment had hij een reis naar Europa en hij stopt met de reis. En hij was het in Armenië te helpen, gewoon is erg goed dat ons president was gewoon in de plaats met de ramp, met de familie. Was het ook de prins op Bourbon in Spanje. Allemaal zijn gekomen. En wij vragen voor help. De situatie in Colombia is ook economisch. De land had niks te geven naar de mensen eigenlijk. Maar het land is grotendeels ook voor een groot deel kapot vanwege de guerrilla die daar natuurlijk. We lazen daar straks in de krant. Het NRC heeft een stukje geschreven over Colombia is bezig met vrede. Maar eigenlijk is de guerrilla het grootste probleem wat ik hoor. Ja, de guerrilla is het grote probleem. Maar de land had de guerrilla genomen. En een van de problemen is dat de economie is heel slecht in dit moment. Er zijn veel mensen die hebben geen werk. Die kan ook niet eens helpen aan de mensen in Armero. Ja? Armenië, sorry. Ja. Ja? En Colombia, de regering probeert te helpen. Elke dag, ik heb gelezen, de regering geeft ongeveer 100 ton op voedsel. Maar in dit moment is geen voedsel meer. De fabrieken, Colombia levert voor de koffie. Ja, en bananen en zijn ons product. En wat gebeurt nou? Is alles weg? Ja, dus u hoort het. De mensen, u zou zeggen, en dat dacht ik natuurlijk in eerste instantie ook, van Colombia zou ook van binnenuit kunnen helpen. Maar u hoort het, er is geen voedsel meer. Er is een economische crisis in Colombia. Ja, en tegen de crisis, okay, wij wachten dit jaar meer diep, ja, is er diep gekomen. En nu, wij krijgen het ook de aardbeving. En staat de mensen in Colombia, je lezen, en ik heb ook met mijn familie contact, en je lezen, toch, de mensen zeggen, no, God had vergeten Colombia. Het staat niet meer in de hand van God. Eigenlijk, wij vragen veel, alsjeblieft, help ons met ons land. Ik hou van mijn land. En ik voel er erg, maar is geen medicijn, is geen voedsel.
Ik weet dat veel mensen proberen te helpen met kleden. Maar kleden, oké, in die moment, wij hadden alleen voor lakens, of voor bed, tenten. Mm-hmm. En ook met water en deze dingen. Ja. Goed, u hoort het. Er wordt hulp gevraagd, er wordt echt hulp gevraagd. En elk kwartje, als iedere Nederlander een kwartje of een gulden zou geven, dan helpt u een ander land daarmee. Consuelo, in ieder geval bedankt wat dit betreft. Ik zie ook dat je kunstenares bent, keramiste. Mm-hmm. Je maakt prachtige schalen met de symbolieken uit Colombia. Ja, kijk, als ik wil eigenlijk niet zoveel op mijn keramiek praten. Ik maak pre-Colombiaanse, ik deed de zeel vroeger gewoon met engobes en gaat gewoon polijster. Maar wat ik wil hier is niet meer keramiek laten zien. Alleen vraag alsjeblieft, help ons met geld. Wat heb je in huis? Met pannen, met vorken, met dingen die mensen gaan nodig. Nee. Ja. Dus het gaat niet alleen over geld, zoals u begrijpt. Een pan, een vork, een lepel, lakens, dekens. Er wordt van alles gevraagd. En wilt u daaraan meehelpen, u kunt ons bellen en de strijdbel bellen met name. En dan gaan wij kijken hoe dat daar zal komen. Dank je voor je medewerking. Bedankt. We spreken nu met Daniel Ramos. Daniel Ramos is student politicologie in Nederland. We doen dit gesprek in het Engels. Daniel, how long have you been in the Netherlands? 4 months ago. I've been here 4 months. And you study political? I'm a political scientist. Where? No, I'm studying in Bogota from the University of Los Angeles. Uh-huh. Yeah. And what are you doing here in Amsterdam or in the Netherlands? I'm studying interactive multimedia design. You come originally from Bogota. Bogota. Do you have relatives or friends in the coffee zone? Yes, I have some friends, especially two that have a very long history with Armenia, that are descendants from the founders of Armenia, from the foundators of Armenia. And because I know them, I have a lot of trust and a lot of confidence that this region is going to recover very fast. Which region do you mean? Armenia. The city and the coffee region, especially all the little towns that have been affected. You think they're over the catastrophe very quick? No, it will take a lot of time. Yeah. There's a lot of needs, but these are people that are very hard workers. Armenia was a city that was built out of progress. When the coffee region was growing, was expanding, Armenia was founded because they needed a faster way to export the coffee, to make a small a city already of 300 inhabitants that was easier to export the coffee. And people, the founders of Armenia, they are people that work from 6 to 6. They are people that have very proud of themselves, of their culture, of their values. And when you have these values, when I have seen these people work in their foundations, when you have seen them every time that they want to help each other, that they are very solidarious between themselves, you see that the saddest thing of this catastrophe is that these are people that just need the tools, that their tools have been taken out, but they have all the values to reconstruct their city. Already when you listen to the people speaking about the region, they said, we are going to reconstruct it, we are going to rebuild it. They have all the energy to do it. Let me translate this very shortly. Hij zegt dat de mensen, vooral uit Armenië, 12 uur per dag werken, maar dat ze ook gereedschappen nodig zijn voor de wederopbouw, even kort samengevat. Het zijn, ja, de meeste Colombianen werken hard, dat hebben we eerder gehoord, maar vooral dus de mensen uit Armenië. Hij denkt ook dat het toch wel een hele lange tijd zal duren voordat Armenië wederopgebouwd zal zijn. Ja, Daniel, what do you think? People in the Netherlands, what can they do for Colombia, for the coffee zone, Armenia, Pereira, Calarca, Risaralda, Quindío? There's a lot to be done, and the Netherlands people especially, they can help us a lot because you have a very long tradition of helping other people. You know how to build a society between yourselves, then you really know how to support us. You can give us a lot of money, you can inform better about Colombia, you can buy all the products that all my other country people have spoken about. And especially, I want to make a little bit of emphasis on this, is that the people you are going to help are people that are really going to take the best profit of what you give to them.
because these are really hard workers. These are people that really know how to appreciate, and they know how to appreciate all what is given to them. So you must be sure that every guilder you give is going to be used in the best way possible. And if you have the chance to visit this region in 5-10 years, you'll see that all the cooperation you have given today, that you have given this month, in the four coming months, it's going to be translated into a better city. Hij zegt dus dat elke gulden die gegeven wordt echt geïnvesteerd wordt, dus voor de wederopbouw. En dat u misschien binnenkort, nou het zal langere tijd duren als u gaat, dan ziet u ook dat het geld daar echt voor besteed is. Dus help Fondo Solidaridad Terremoto. Muchas gracias, Daniel. Oké, okay, thank you. Onze volgende gast is Luz Angela Blanco. Ook uit Colombia afkomstig. Wij spreken met haar ook weer in het Engels. Where do you come from in Colombia? I'm from Bogota, the capital of Colombia. And I've been here about 5 years now. And I used to live in Cali as well for 5 years. Here we are really emphasis and talking about all the tragedy that we had in Armenia. And as you all know, we really need your help. We lost in Armenia is people starving, not food, children, nothing, they don't have anything to eat, no houses, no blankets, nothing to sleep. So please, I know all the Netherlands people has a big heart, and as I have children myself, and I always said when they throw food here away, they don't eat it, and I just think before you throw that food away. Think in all that people in Armenia, Colombia, which they are starving. They have to rob the supermarkets to survive. It's not, oh, they were stealing food, but why? Because we don't have food, so they have to steal. Let me translate. Zij zegt dus dat, dat wij in Nederland ons voedsel weggooien, maar dat de mensen vooral in Armenië heel veel voedsel nodig zijn. En dat ze dus niet willen stelen in supermarkten. Armenië is een groot gebied. Er wonen 300.000 people. En 250.000 people was hurt with nothing on. And in fact, this part of Armenia is 200 kilometers more or less of a snow mountain that 16 years ago was melted, completely melted. So it damaged a town called Armero, and it was the same. It was a lot of people, about 42,000 people or something. They were the same hurt because we are unfortunately in that seismic region. Mm-hmm. Ze vertelt dus dat er een hele tijd geleden gesmolten, melted, heuvels, en dat er een hele stad met 40.000 inwoners. What was the name of that city? Armero. Armero, dus die schijnt van de aardbodem verdwenen te zijn, een hele lange tijd geleden. Maar what do people, especially in Armenia, need at this present moment? Need anything, that things that you don't even think about it, like even cleaning stuff, diapers for children, scissors, school things for children, books. Books that you throw away at home. All your children, I'm sure, in each of your house, you have books that you throw away. Please bring all those things and help us. We really need it. A small little thing that you don't think is necessary to you, it means a lot to these people in Colombia who are really needed. And I ask it with all my heart. Please help us. And the coffee region is really finished, and it's my people. I'm sorry, I get so emotional. No, it's okay. Zij zegt dus ook scharen, luiers, alles is welkom. Neemt u gewoon contact op hierover met het consulaat-generaal in Amsterdam, en dan kunnen ze u precies vertellen wat er nou precies naast geld nog meer nodig is voor Colombia. Luz Angela, do you want to tell anything else? No, I just want to say thanks God, my family is fine, but it's my people, and you know,
anything that you can think in the programa. You have the number that you can deposit money or through the to the Colombian embassy in Den Haag or Amsterdam is the telephone number here in the program. There is, you can see it every minute. And please think, as I said, before you waste things, before you throw away things, how much people in Colombia will be grateful, and then in your heart you will help somebody, and some even children, families living in the streets, water, medicines. We will get a lot of disease, a lot of cholera. Everything will come. So please, very important. Anything that you can help us and to bring it. Dus is heel duidelijk. De mensen, vooral in Armenië, hebben echt alles nodig. En als u wilt weten wat precies, belt u dan in ieder geval met het consulaat-generaal in Amsterdam. En steun natuurlijk het Fondo Solidaridad Terremoto met een gift. Ja. Muchas gracias. Gracias a usted. Dank u wel. We laten u een klein stukje zien van een promotiefilmpje over Colombia, om te laten zien wat dat land verder te bieden heeft. We spreken met de consul-generaal van de Republiek Colombia in Nederland. In Amsterdam is zij werkzaam, mevrouw Maria Victoria Diaz de Suarez. Ja, is correcto? Ja, yes, it is. Buenos días. Muy buenos. ¿Cómo está? Muy bien, señor Kleine. Muy agradecida y muy emocionada de estar en su programa. Zij vertelt dus allereerst dat ze blij is met ons programma, De Strijdbijl. En we werken op dit moment dus voor Colombia. We hebben even Carolina tussen ons in zitten. Ik ga de vragen in het Nederlands stellen. Mevrouw Suarez zal in het Spaans proberen te antwoorden. En ja, Carolina vertaalt het weer naar mij en uiteraard naar u toe. Mevrouw Suarez wil het een en ander vandaag vertellen, toelichten. Nou, wat is dat, Carolina? Usted quiere explicar algo? ¿Qué es lo que usted quiere explicar? ¿Qué es lo que quiere usted decir? Gracias. Yo creo que es muy importante que en este momento se comente un poco lo que se está trabajando en Colombia por esas familias numerosísimas que han quedado sin vivienda, por esa zona cafetera que está tratando de identificar sus urgentes necesidades para seguir una reconstrucción, que es la etapa que sobreviene. Yo creo que es importante que hablemos en positivo de lo que estamos haciendo. Ze wil vertellen dat het heel belangrijk is dat die mensen weten wat er in Colombia allemaal aan de hand is, wat die mensen aan het doen zijn, om die families te helpen die in die gebieden wonen, werken en hun leven hebben meegemaakt. En wat is zo'n beetje de actuele situatie op dit moment in, ja, in Pereira, Armenia, in de koffiezone? ¿Cuál es la situación actual en Pereira, Armenia y en la zona cafetera? Se han hecho ya algunas evaluaciones importantes para dimensionar las acciones
que deben seguirse. Tenemos 5.000 familias sin techo, 250.000 personas afectadas, numerosísimas haciendas cafeteras destruidas. En el área del café, por ejemplo, solamente quedaron 9 de 2.500 beneficiaderos de café. En la ciudad y en el campo se está sufriendo la consecuencia del terremoto. Ze zijn plannen aan het maken om een dimensie te kunnen geven aan die problemen en aan alles wat ontstaan is. Er zijn er ongeveer 5000 families zonder woningen. Het zijn er 250.000 ernstige gewonden of mensen die eraan lijden. Van die ongeveer... Zona cafetera? Dus, ¿cuánto había? 2.500 beneficiaderos en fincas. Ja, van die ongeveer 2.500 boerderijen van koffie, zou je kunnen zeggen. Zijn er alleen maar 9 plantages. Ja, zijn er alleen maar 9 over. Die andere, 2.500 zijn er slechts nog 9 over? Ja, die anderen hebben een of andere soort ruimte ondergaan. Dat is... Ze zijn helemaal niet, totaal verwoest. Ja, of totaal of partieel, maar het is helemaal over. Dus alleen maar 9 die gewoon zo in een perfecte staat staan. Está estimado ya que hacen falta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares para reconstruir el área. Miljoenen dollars om het weer op te bouwen? Ja, tussen 1.000 en 1.500. 1000 miljoenen dollars om het helemaal. Hoeveel zei je? Hoeveel miljoenen dollars? ¿Cuántos millones dólares, señora Suárez? Necesito por la. Entre 1000 y 1500 millones de dólares. Tussen 1000 en 1500 miljoen. Obviamente va a tomar muchos años recuperar el área. Mevrouw Zwaars heeft waarschijnlijk nog andere dingen te vertellen aan onze kijkers. Wat wil ze zoal nog kwijt? ¿Qué más quiere decir? Bueno, yo quiero también agradecer. Hemos recibido un apoyo importante de Holanda. Tenemos en este momento cerca del millón de dólares en diferentes formas de ayuda. A través de organizaciones no gubernamentales, a través de la Cruz Roja Internacional, en proyectos específicos se está trabajando. Y obviamente, pues, a la ciudadanía, a los compatriotas, a todas las personas que de una u otra forma están colaborando, no solamente en forma monetaria, a través de la... cuenta especial abierta por nuestra embajada en La Haya, sino también con toda clase de productos necesarios y urgentísimos para atender la emergencia. Muchísimas gracias a todos. Ze wil danken iedereen die heeft geholpen, want ze hebben meer dan die helft van het geld al aan spullen, eten, medicijnen, alles wat ze eigenlijk nodig hebben van privé-instellingen, van ziekenhuizen. Dus gewoon van iedereen die gewoon heeft meegewerkt. En daar wil ze gewoon voor bedanken. Claro que sí, claro que sí. Y estamos trabajando en muchísimas, en muchos puntos de Holanda. Estamos recabando ayuda. Hay compatriotas muy convencidos, muy esforzados que están... tratando en Marsen, en Hofdorp. Tenemos organizaciones como el Centro Intercultural para Mujeres de Hofdorp, que está ayudando a nuestra amiga Consuelo, por ejemplo. Tenemos diferentísimas organizaciones, la iglesia, los colegios, a través de la embajada en La Haya y del Consulado General en Ámsterdam, se está canalizando toda esta ayuda. Y bueno, no, yo no tengo palabras para dar suficiente agradecimiento a todos estos amigos cercanos que nos están colaborando. Er zijn, ze zijn nu mee bezig in heel Nederland, zijn verschillende mensen, landgenoten, die zijn bezig om hulp te vragen en geld te verzamelen en andere spullen.
zoals in Hoofddorp, jullie hadden kunnen horen van Consuelo bijvoorbeeld, dat verschillende instanties dit zijn aan het helpen. En dat is het ongeveer een beetje. En wat wil mevrouw Suarez, de consul-generaal van Colombia in Nederland, tot besluit nog op dit moment even zeggen? Y para cerrar, ¿qué le gustaría usted decir? Bueno, yo tengo una sorpresa para el señor Klein. Porque la mejor manera que tenemos los colombianos de agradecer es a través de una taza de café. Quiero entregarle en nombre del pueblo colombiano que está recibiendo toda esta ayuda, quiero entregarle un símbolo de afecto, de agradecimiento, para que lo pueda compartir con todo el equipo de Strijdbijl. Muchísimas gracias. Dus het hele team van de Strijdbijl krijgt namens mevrouw Suarez een kop koffie. Een kop koffie, wat zeg ik nou, toch een pak koffie uit Colombia aangeboden. Señora Suarez, muchas gracias por todo el equipo. En nombre de todo el equipo. We help you, we help Colombia. Strijdbijl helps Colombia. And also all the viewers will help Colombia. Muchas gracias. Thank y hasta la próxima semana por aquí. Muchas gracias a ustedes. Ok. Thank you gracias. Very much. Gracias. Kijk, koffie uit Colombia. Zo, beste kijkers, ik ga nu dit programma afsluiten. Deze uitzending De Strijdbijl over Colombia. Wij vragen uw hulp. De Colombiaanse autoriteiten in Nederland, die vragen natuurlijk speciaal uw hulp. De Strijdbijl helpt daarbij via het medium televisie en ook via radio. Maar dat kan via de FM ontvangen worden. We zullen het ondertitelen, want wij zijn op bepaalde tijden en dagen ook via de radio te beluisteren met een radioversie Strijdbijl, ook over Colombia. Wij komen zeker nog twee keer terug op Colombia, want op 25 januari gebeurde de ramp in de koffiezone in Risaralda, in Quindío, dus in plaatsen, gebieden Armenia, Pereira. 25 februari is dat precies een maand geleden. Dan sluit de Strijdbijl een serie van 4 afleveringen af voor het Fondo Solidaridad, Terremoto. Wij gaan door, wij gaan Colombia helpen. Helpt u ons ook. Bert Kleine, het hele team, iedereen vandaag bedankt. De Strijdbijl blijft Colombia helpen, hopelijk u ook. En heel hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Dit was Bert Kleine, dit was de Strijdbijl. Tot de volgende week. Voor de kijkers naar Strijdbijl via Mystère Televisie heb ik nog een nieuwtje. Wij zijn vandaag op deze donderdag ook op radio te beluisteren met een speciale Colombia-uitzending. Dat is vanavond, donderdagavond, 11 februari, tussen 9 en 11 uur, live, rechtstreeks, via de FM-frequentie van Radio Diemen. Dat is, dan moet ik even kijken, op 106.1 FM. De mensen die in Diemen luisteren kunnen ons ook vanavond met Strijdbijl Radio beluisteren op de kabel. 103.3 op kabel. Dus iedereen die nu Mystère zit te kijken, vanavond tussen 9 en 11, Strijdbijl Radio voor Colombia via de FM op 106.1 FM of in Diemen op 103.3 MHz. Dus ook vanavond alsjeblieft luisteren en u kunt dan ook reageren op de uitzending van vanmiddag.